welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is Gaspard Jaspers. Je bent van Shoppers. Ja. Wat doe je? Wat doe ik? Ja, wat doen jullie? Wij zijn in de supermarkt over alle supermarkten heen. En we helpen jou om je boodschap op elk moment zo goedkoop mogelijk te doen. Hey, waarom zou ik dat willen? Want als ik gewoon een goede supermarkt heb met goed aanbod, waarom zou ik dan al die andere supermarkten ook nog willen? Nou, je geeft ongeveer een gezin met twee kinderen, geeft ongeveer 9000 euro uit aan boodschappen per jaar. En je kunt daar 20-30% op besparen. Zoveel? Zoveel, ja. En waar komt dat door dan? Dat is met name, daar zitten prijsverschillen uiteraard in, maar vooral ook de aanbiedingen die iedere week anders zijn, dat scheelt heel veel. Ja, dus dan heb je het over, je zegt 9000, 20-30% besparen, heb je het echt over 200 euro in de maand, minimaal. Ja, 150, 200 euro, ja. 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 Dan moet je wel echt je moeite ervoor doen, maar je kunt heel makkelijk, ik heb nu een boodschappenlijstje net gemaakt en daar zit gewoon 15 euro verschil in tussen de goedkoopste en de volgende. Dus waar ik dan wel gelijk van schrik, althans het idee dat ik dan in plaats van gewoon eventjes snel langs de supermarkt waar ik mijn boodschappen doe, dat ik dus de hele zaterdag moet uittrekken om langs 27 verschillende supermarkten te gaan om bij de een de koffie te kopen, bij de ander het bier en bij de volgende de groente. Als je dat doet, dan kun je inderdaad die 30% besparen. Maar wat ik net zei, die 15 euro verschil, dat zit gewoon tussen twee supermarkten in. Dus dan ga je, of je haalt je boodschappenlijstje. Op dit moment is dat de Plus, dit boodschappenlijstje waar je nu het beste naartoe kunt gaan. En de Albert Heijn is dan 15 euro duurder. En de Jumbo is nog wat duurder en de Coop nog wat duurder. Maar als je dan inderdaad gaat switchen, maar dat doen niet echt veel mensen, dan kun je inderdaad nog veel meer besparen. Ja, maar dat verschilt dus per dag, per product en per supermarkt. En jij vertelde net voor de uitzending ook nog eens per filiaal van een bepaalde supermarkt. Ja, maar dat hoef je zelf allemaal niet uit te zoeken. Wij zijn ooit een keer begonnen in een prijsvergelijkingssite op boodschappen. En dat ging je op itemniveau prijzen vergelijken. En dat was zeg maar de eerste 1.0 versie. Nu zitten we in de 2.0 versie waarbij we zeggen, nou dat boodschappenlijstje dat vergelijken we voor jou. En jouw boodschappenlijstje is nu, kun je het beste kopen bij de Plus. En dan ga je naar de Plus of naar de Albert Heijn of naar de Jumbo. Hè. En daar kun je gewoon naar één winkel gaan en dan kun je zo je geld besparen. Waar nu de 3.0 is dat we ook alle boodschappenmandjes door gaan zetten naar alle online retailers. En ook straks de fabrikanten die rechtstreeks ook een soort supermarkt voor fabrikanten willen hebben. Dus dat wordt dan bij je thuis bezorgd? Ja, dat wordt dan bij je thuis bezorgd. Ja, gaat het straks ook nog zo ver? Want dan zeg je 3.0, is dan 4.0 dat je bij jullie gewoon je boodschappen kunt bestellen en dat jullie het doorplaatsen waar je het goedkoopste kunt krijgen? Ja, maar niet, zeker. Maar nog altijd binnen de restricties van de logistieke complexiteit, om het even maar zo te noemen. Want als je je boodschappen naar zowel de Albert Heijn als de Jumbo en als de Coop of et cetera gaat doorzetten, dan zitten daar zoveel logistieke kosten aan dat niet rendabel is. Wat wel gaat gebeuren, is dat als je kijkt naar boodschappen, zeker online, dat zijn repetitieve aankopen, vaak low involvement. Het enige wat je wel graag wil weten is wat eet ik vanavond. Dat is high involvement, zeg maar. Dat gaat veel meer over wat eet ik. En ja, daar horen sla bij, daar hoort tomaten bij, daar hoort een stuk biefstuk bij, et cetera. Maar je bent vooral geïnteresseerd in dat ze op zo'n makkelijke manier thuis krijgen. Zeker online. En online is ook een naar een retailer toe ben je niet loyaal of iets dergelijks. Yep. Als je fysiek, dan ga je naar de Albert Heijn toe en dan heb je een fijne parkeerplek of het is een fijne indeling of je kent de kassajuffrouw of dat soort dingen en dat is gewoon routine. Online ben je vooral geïnteresseerd in waar kan ik het beste mijn boodschappen nu, diegene die ik wil hebben, dat is toch vaak hetzelfde. Waar kan ik die het beste halen? Ja, hoe komen jullie aan al die prijzen? Want je zegt net, het is niet alleen per keten van de supermarkt, niet het verschil tussen de Albert Heijn en de Jumbo, maar je vertelde net dat per Jumbo-vestiging er ook nog enorme verschillen zijn. Hoe komen jullie aan al die prijzen? Nou, wij halen die inderdaad van internet gewoon af. En maar scrape je dat? Ja, we scrapen dat. Heb je, en mag dat?
Ja, dat mag. Bij Albert Heijn is het zelfs zo dat die de prijzen geven. Die zeggen van, ja, wij weten dat dit gaat gebeuren. Ja, wij weten dat dit gaat gebeuren. Wij zijn niet de goedkoopste supermarkt, dus dat beweren we ook niet. Dus hier zijn alle prijzen. En als we een boodschappenmandje naar Albert Heijn doorzetten, dan krijgen we daar ook een fee voor. Want dat is een van de inkomstenmodellen, is dat. En dat gaat in, als je kijkt naar alle markten, zeg maar, die volwassen online zijn, dan is het marktplaatsmodel waarbij je, of het affiliate model waarbij je een aankoop doorzet naar een bepaalde verkopende partij, is een heel normaal model. En dat doen wij voor boodschappen. Waarom ben je dit gaan doen? Nou, enerzijds komt dat doordat ik zelf 4 kinderen heb. En die eten veel. Je besteedt ook heel veel tijd aan. Ik vind het altijd wel mooi als mensen gewoon uit eigen belang eigen problemen oplossen is een goed startpunt. Ja. Ja, ik had zoiets, dat moet toch anders kunnen, makkelijker kunnen. Ik ben zelf ook betrokken geweest bij de eerste e-commerce perikelen in de telecom. En dus vanaf dat moment was ik met e-commerce bezig. En ik zag wat daar gebeurde. En toen ik had zoiets van, ja, de dagelijkse boodschappen is de laatste markt die nog niet online is. Waarbij het product zich enorm goed leent om online te kopen. Er zit alleen een heel stuk logistieke complexiteit die je moet oplossen. Zodat het online gaat vliegen. En toen had ik wel zoiets van, nou, dat gaat voorlopig, gaat dat nog niet gebeuren. Er gaan steeds meer partijen gaan live. Maar ik had er wel zoiets, ik kan nu al iets maken, een platform maken, waar je mensen kunt helpen met wat ze kopen. Een boodschappenlijstje maken, maar ook straks gezonder boodschappen doen, et cetera. En waar ze dat dan het beste kunnen gaan kopen. En waar gaat heel vaak, in boodschappen in ieder geval, gaat over prijs. Fysiek sowieso ook al, hè? Want waarom kijken mensen allemaal naar die reclamefolders? Dat is omdat ze daar heel erg getriggerd door worden, want dan gaan ze naar een andere supermarkt toe. Ja. En dan kan ik me wel voorstellen dat dit pas echt goed gaat werken als het in inspanning ook niet meer uitmaakt. Ja. Dus als we online zijn. Ja, absoluut. Nou zit iedereen erop te wachten. We hadden laatst ook de mensen van Picnic hier aan tafel. Er zijn natuurlijk allerlei partijen die zich warm draaien voor, als die markt echt naar online verschuift. Ja. Waarom denk jij dat jullie bedrijf hier goed voor gepositioneerd is? En er is zoveel concurrentie hier. Ja, nou, er is een hele grote markt. Er is nog niet zo vreselijk veel concurrentie. Er zijn een paar retailers die... De retailers zitten er volop in. Ja. En dan krijg je de partijen die, zeg maar, helemaal online gaan. Dus de Picnic. Dat is Picnic. Dat is ook eigenlijk gewoon een retailer. Ja. Klopt. En wat wij zeggen, wij zijn een onafhankelijke partij die jou zo goed mogelijk helpt met jouw boodschap te doen. We zetten je de ene week zetten we door naar de Picnic, of ook online hè, straks, en de andere week naar Albert Heijn. Daarnaast zeggen wij... Ja, maar hoe ga je dan bijvoorbeeld om met huismerken? Ik weet heel veel mensen die zijn toch gehecht aan bepaalde huismerken, aan van Albert Heijn of van Jumbo of van andere. Die zijn niet uitwisselbaar tussen die supermarkten. Dus dat lijstje maken, ik zeg ik heb koffie nodig. En dan zeg je, ja, dan bestellen we het vandaag voor jou bij de Lidl. Ja, wat voor koffie ik dan krijg, weet je, als jij zou zeggen, als ik altijd echt best koffie koop, snelfiltermaling, dat specifieke type, dan werkt het. Maar natuurlijk niet op de huismerk. Nou ja, dat is, de vraag is hoe verknocht zijn mensen aan huismerken. Bijvoorbeeld je huismerk wc-papier, om even wat te noemen. Koffie, dan kom je alweer in een product terecht waar smaak aan zit. En dan heb je, kun je gelijk. Oh, jij richt je vooral op de routine aankopen eigenlijk? Nee, niet per se. We richten je op jouw boodschappenmandje. En op jouw boodschappenmandje staat dan de huismerk koffie. Van Albert Heijn zou dat bijvoorbeeld op kunnen. En dan zeggen we, nou, je kunt dit boodschappenmandje kun je ook bij de Plus halen bijvoorbeeld. Maar dan, dat betekent, die hebben dat huismerk koffie niet. Dan krijg je dit als alternatief koffie. Ja. Wil je dat wel of wil je dat niet, dat is aan jou. En of jij dan, als je, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, je kunt een tientje besparen als je naar de Plus gaat. En dan kies jij of je nou wel die Plus koffie gaat kopen of niet die Plus koffie gaat kopen. Maar je hebt inderdaad wel, buiten de A-merken, ga je op de huismerken ga je alternatieven voorstellen.
Waarbij het voorbeeld van de Lidl wat jij noemde. Als jij een boodschappenmandje hebt van allemaal A-merken of een aantal A-merken, dan gaan wij je de Lidl niet voorstellen als alternatief. Want dan weten we dat er heel veel verschil tussen zit. Dus wij kijken, het algoritme kijkt wel van, joh, wat past nou het beste bij jouw boodschappenmandje? En die komen we bovenaan staan. Als ik hier ga kijken, we kunnen ook wel de Lidl daar tegenover zetten. Maar dan heb je een heel ander boodschappenmandje en dan ben ik jou niet echt goed aan het helpen. Ja, waarschijnlijk behoor ik niet tot je doelgroep. Dat is misschien ook lastig, want het interesseert mij niet zo heel veel. Ja. Of ik 2 of 3 euro meer of minder betaal. Ik wil vooral de dichtstbijzijnde supermarkt gewoon goede producten. Sterker nog, ik heb met mijn vrouw altijd ruzie, want zij koopt altijd alle aanbiedingen. En ik vertrouw dat nooit, de aanbiedingen. Ik denk altijd, weet je, als het zo goedkoop is, dat kan gewoon niet goed zijn. Dan is de houdbaarheidsdatum verstreken of... Terwijl de goedkoopste gevulde koeken toch eigenlijk het lekkerste. Ik zweer bij de goedkope gevulde koeken. Ik denk koeken. Dan dat er klopt iets niet mee. Dus, weet je... Ja, dat kan. Maar een lange inleiding naar de vraag op, wie is jouw doelgroep? Wat zijn, als jij... Nou, je ziet dat... Elke bedrijven die, zoals jullie, die bezig zijn met producten, die maken persona's. Wie zijn jouw persona's waar jij je op richt? Nou, de persona's zijn de gezinnen met thuiswonende kinderen. Dat zijn wel de mensen die vaak de grote boodschappenmandjes hebben. Ja. Die hebben weinig tijd. Heel veel die aan het einde van de maand, of het einde van het geld, hebben ze nog een stukje maand over. Dus die willen wel op het geld letten of die willen leuke dingen van het geld doen in plaats van het aan dagelijkse boodschappen uitgeven. En dat zijn echt heel veel mensen. Dat zijn iets van 77% van de mensen let gewoon op aanbiedingen. En bepaalt aan de hand van de aanbieding bepaalt de keuze van de supermarkt. Daar hoor jij niet bij. Nou, we hebben ook bijvoorbeeld een onderzoekje gedaan. Zijn bij de supermarkt gaan staan. En zijn gaan vragen aan mensen van, joh, dit boodschappenmandje wat je hier hebt, of deze boodschappenkar, als je die nou gratis thuis kunt laten bezorgen, zou je dat doen? Nou, 88% van de mensen, voor dezelfde prijs, 88% van de mensen zegt dan ja. Nou, dat is waar het naartoe gaat. Natuurlijk ook een gigantische markt. Dat is een gigantische markt. De jongens van Picnic zeiden tegen ons, ja, als wij 2 of 3% van de markt in handen krijgen, maar hoeveel miljard was het? Ja. 40 miljard aan boodschappen. Ja. Dus dan heb je heel veel. Het is een enorme markt, want er is plek voor iedereen en er is ook plek voor een heleboel verschillende initiatieven die ieder een andere doelgroep bedienen. Hey, technologie speelt een belangrijke rol natuurlijk bij wat je doet. Je zei net al, het algoritme. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe belangrijk zijn jullie, zijn jullie in de basis een technologiebedrijf? Ja, denk ik wel. Ja. En waar blijkt dat uit? Wat is, zeg maar, jullie kracht daarin? Wij verzamelen nu denk ik al... We zijn denk ik 2 jaar live, dikke 2 jaar live. De verschillende fases van de apps die we gehad hebben. En hebben in die tijd altijd een heleboel mensen hebben kunnen helpen om dit te doen. En qua technologie... Moet dat nooit op de voorgrond treden, vind ik. Hè. Het moet juist heel makkelijk zijn. En, daar leren we nog elke dag in. Maar dat lukt ons vrij goed. Hey, is Shoppers nou wel de beste naam? Shoppers? We hebben die discussie vaak gevoerd. Het antwoord is nee. En dan moet je naar alternatieven gaan zoeken. En er was nog altijd geen betere. We zijn daar nog steeds, tot op de dag van vandaag, hebben we zoiets van, ja, dit is toch gewoon kloten te schrijven. En dan moeten we toch anders, iets voor anders. Maar ja, we zijn er weer bezig. Even een vraag van Twitter. Johan Schaap, die vraagt dat voor de nieuwe online supermarkten vers echt een enorme uitdaging is. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, ik denk dat het... het is 2 dingen. Het is een enorme uitdaging en ook een enorme kans. Als je vers is een uitdaging om dat op een goede manier bij je thuis te krijgen. Ja, maar mijn vraag is eigenlijk, richt je daar überhaupt op? Omdat je zegt, ik richt me vooral op de repeterende boodschappen. Nee, niet. We richten je op jouw boodschappenlijstje. Okay. En heel veel van jouw boodschappenlijst zit uiteraard wel een repeterende karakter in.
Maar we doen bijvoorbeeld ook, we maken ook recepten. En die recepten kun je op je boodschappenlijst zetten. En je kunt dan hebben filmpjes van en zo wat allemaal. Ja. We richten je gewoon op jouw totale boodschappenlijst. Ja, maar hoe gaan jullie met dat verse om? Ik vond het verhaal van picknick bijvoorbeeld indrukwekkend. Dat, omdat die supply chains zo kort zijn geworden tegenwoordig. Ja. Dat zij zeggen van ja, als wij voor 10 uur 's avonds weten wat mensen de volgende dag willen hebben, dan bestellen we het op dat moment. Ja. En heb je het verste van het verste. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, dat weten we ook wel, want dat kan niet in alle opzichten. Maar globaal is het natuurlijk wel een mooie uitgangspunt. Ja, dat is precies wat ik bedoelde met, het is ook een enorme kans, want je kunt verser leveren inderdaad. Je kunt zelfs, je hebt op verschillende plekken in de wereld, heb je initiatieven die zelfs het helemaal omdraaien. En die zeggen, nou, we hebben dit assortiment, dat kun je morgen kun je dat krijgen. Want we hebben het, vandaag hebben we die vis bijvoorbeeld uit de zee gehaald. En dan kun je dat assortiment morgen kun je krijgen. Overmorgen kun je het niet krijgen. Op maandag kun je bijvoorbeeld geen vis bestellen. Ja. Nou, dat is de kans daar. De kans is dat je, inderdaad, net als Picknick zegt, dat je inderdaad verser voedsel kunt, groente en fruit, et cetera, kunt leveren. En betere kwaliteit tegen dezelfde prijs, inderdaad. Dus dat is inderdaad vandaag voor 10 uur besteld en dan wordt het 's nachts aangeleverd. En dan wordt het de dag daarna wordt het uitgebracht. Ja, en dat is allemaal gebaseerd op prijzen die jullie scrapen dan de dag ervoor. Wat wij hoe doen... Hoe werkt dat dan? Want vers wordt vaak op de dag zelf afgeprijsd. We hadden laatst ook een partij in de uitzending, namens me even ontschoten, die met dynamische pricing gaat werken. Wasteless. Ja. Ja, dat doen wij ook. Dus op basis van voorraadbeheer de prijzen omlaag knallen, dynamisch gesproken. Hoe kunnen jullie daar nog op anticiperen? Nou, wij doen het niet op basis van voorraad. Kijk, wat de supermarkt doet, daar zetten we alleen een boodschap op een mandje naar door. Ja, maar hoe weten jullie die prijzen? Die halen we steeds opnieuw op. Ja, maar die staan online, worden die ook niet doorlopend dynamisch aangepast? Als je online iets bestelt en je bestelt het op die dag, dan krijg je het voor die prijs. Het zou best kunnen zijn dat het in de supermarkt zelf op dat moment al 25% afgeprijsd is. Dat zou kunnen, maar we hebben het even over het als je een online boodschappenmandje doorzet. Dat is of het online mandje straks via ons bij de producenten komt. Ja. Dus als je dat... Als jij je boodschappenlijstje maakt vandaag en je gaat overmorgen boodschappen doen, dan kan inderdaad die prijzen aangepast worden. Als die op de site zijn aangepast en je kijkt in de app, dan zijn die ook in de app aangepast. Ja. Als je het overmorgen bekijkt. Als je het vandaag bestelt, dan krijg je het ook voor die prijs. Als je gaat kijken naar het vers wat jij zei, dan bestel je dat vandaag, dat wordt vannacht geleverd, dan krijg je dat morgen. Maar dan krijg je voor die prijs die we gisteren daarop hadden gezet. En je betaalt ook dat achteraf, omdat je met gewicht zit, et cetera. Maar het is gewoon voor de prijs die op dat moment die in de app staat. Ja. Is dat een goed antwoord op jouw vraag of niet? Ja, ik snap hoe het bij jullie werkt, want het kan natuurlijk niet anders. Maar je krijgt natuurlijk steeds meer supermarkten die met dynamisch voorraad beheer, zonder dat dat nou per se op de website terugkomt en dus ook niet in jullie app. Nee, dat wel ter plekke dingen in de aanbieding gaan gooien. Omdat ze zeggen, ja, we hebben hier nu even te veel van en het weer... Zal de zon voorspeld en het is bewolkt, dus we hebben veel te veel hamburgers. Dat krijg je nooit voor elkaar en dat is ook maar een vrij klein gedeelte. Ja. En dat zal altijd op de fysieke locatie zijn. Ja. Waar ik heel erg in geloof is dat voor de commodities en voor de non-branded producten, vooral ook vers, et cetera, dat je straks een direct-to-consumer model krijgt. Een direct-to-consumer waarbij de fabrikanten rechtstreeks aan jou gaan leveren. Dat gaan ze, omdat je over boodschappen hebt, dan is het natuurlijk nooit je pot pindakaas alleen die bij jou thuis wordt bezorgd. Dus je hebt een aggregator nodig, die enerzijds in jouw boodschappenmandje aggregeert, dat zijn wij. En een andere logistieke aggregator, waar alle voorraad staat en waar dan alle voorraad bij elkaar, waar jouw mandje bij elkaar wordt gehaald. En dat wordt dan bij jou thuis bezorgd. En je had het net over dynamic pricing. Omdat wij weten wat jouw boodschappenlijstje op dat moment bij de supermarkt kost en waar die het goedkoopst is, kunnen we ook zeggen, nou, wij gaan dat boodschappenmandje voor diezelfde prijs, dus de guaranteed best buy, gratis thuis bezorgen. Omdat wij, als dat uit kan, hè, omdat we continu
die berekening kunnen maken van wat jouw boodschappenlijstje aan kostprijs kost. En als je in die verdere toekomst kijkt, want nu zeg je de supermarkten, maar ik hoor je ook eigenlijk al een paar keer zeggen de leveranciers van... Ja. Dus nu heb je, zeg maar, is wat in waar ik uit kan kiezen, zijn de vestigingen van, nou, de optelsom van supermarkten. Ja. En straks zitten bij jou ook de boer met zijn eieren en de... Ja, uiteindelijk wel. Of de kaashandel of de... Ja, uiteindelijk wel. Ik geloof wel in een model, en dat is pas heel ver hoor. Maar ik geloof in een model waarbij je voor dagelijkse boodschappen die meer repetitief zijn, die wat standaard is, zeg maar... Dat ga je straks allemaal thuis bezorgd krijgen. De speciaalzaken die zie ik straks weer meer opbloeien dan dat nu is. En dat zie je eigenlijk alle retailers, alle supermarkten zie je die move ook al maken. Hè. En, ze gaan steeds meer naar blurring gebeurt op de winkelvloer. En je krijgt allerlei horecaconcepten die erin gaan. Laplace die overgenomen wordt door Jumbo. De city stores die Albert Heijn, Coop, Jumbo allemaal aan het maken zijn. Iedereen weet dat het hele dat je niet meer met die playrollen over straat wil lopen. Want dat ga je gewoon lekker fijn thuis bezorgd krijgen. Ja, toch zou mijn partner zeggen dat jouw strategie, als je zo goedkoop mogelijk boodschappen wil doen, niet de beste is. Dat kan. Die zegt namelijk dat je niet een boodschappenmandje moet bedenken wat je vandaag wil kopen. En dan moet kijken bij welke supermarkt dat op dit moment het goedkoopste is. Maar je moet de goedkoopste aanbieding op dat moment zoveel kopen bij die supermarkt dat je genoeg hebt tot het volgende keer in de aanbieding absoluut. Komt. En dat kun je bij één supermarkt doen. Want één keer in de zes weken is bij de Jumbo maar dat kan ook, het Heineken bier in de aanbieding. Dat kost een krat €8,90. Terwijl het normaal €13,99 is. Dan moet je gewoon zes kratten kopen. En dan weet je dat over zes weken, één krat per week ongeveer, hè? Zo weinig? Nee, maar als je dat doet met koffie, bier, dan hoef je helemaal niet zo ingewikkeld te doen. Dan zei dat je ene keer naar de ene supermarkt, de andere keer naar de andere. Dat kan. Want je... Maar dan is jouw vriendin een fantastische gebruiker van deze app, want hier kunt ze alle aanbiedingen in zien. Ze krijgt zelfs een mailtje als een product. Dat je eerder... geweldig vindt. Ja. Ja, dus... Nee, maar in feite waarschijnlijk zeggen, je moet het niet zo doen zoals jullie doen. Nou, wat wij doen... Eigenlijk zeg je toch even tussendoor, jij zegt eigenlijk toch, dit mandje bestaat deze keer gewoon alleen maar uit een krat bier. Toch? Dat hoor ik jou toch eigenlijk gewoon zeggen. En dan zeggen jullie van, krat bier is het goedkoopst bij... Ja, die kun je zien. En we kunnen ook nog zeggen welk bier, maar je tikt gewoon pils in en je krijgt alle bier. Je krijgt alle bier. Volgende vraag. We hebben inmiddels een miljoen ZZP'ers in Nederland. Ja. Die krijgen allemaal klantenkaarten bij de groothandels. Mm-hmm. Die zie ik niet in jullie app. En die hebben scherpe aanbiedingen, weet ik uit ervaring. Kan. Is dat een concurrentie of een bedreiging of een trend waar jij je zorgen over maakt? Nee, zeker niet. Ik maak me daar geen zorgen over. Ik weet dat het grootste gedeelte van de boodschappen wordt nog altijd bij supermarkten gedaan. Dus dat is waar we ons op richten. Dat we de drogisterijen, de groothandels, et cetera, ook graag zouden... Ik heb de dat snap ik. Dat we die ook graag zouden mee... Ja, maar ja, je kunt niet alles tegelijk. Dus wij focussen ons op de grote bulk. En dat zijn de grote supermarkten vooralsnog. Daar wordt, wat alle supermarkten die online worden, daar wordt iets van 92% van de boodschappen gedaan. Dus dat is voorlopig, daar hebben we voorlopig onze handen vol. Ik snap nu hoe het werkt. Hoeveel klanten hebben jullie inmiddels? We hebben, dat ligt een beetje eraan, we hebben meer dan 10.000 gebruikers. Okay, en continu gebruikers. Continu, regelmatig, één keer per week, één keer per dag, zoiets, één keer per... zoiets. Ja. Ja, dat ga ik niet helemaal uit de doeken doen. Oké, ongeveer 10.000 gebruikers. Ja. Jullie zijn hoe lang bezig? Nou, we zijn sinds eind 2015 bezig. We hebben nooit marketing gedaan. We hebben altijd gezegd van we zijn met een minimal viable product, zoals dat zo mooi heet, zijn we live gegaan. En toen zijn we gaan testen. Nou, toen hebben we, wat ik al zei, vanuit een op item niveau vergelijken naar boodschappenmandje vergelijken. En eigenlijk zijn we nu de transitie aan het maken naar... het boodschappenlijstje doorzetten, dan wel naar de retailers, dan wel naar de fabrikanten.
En daar jullie, jullie hebben wel flink funding opgehaald, een dikke miljoen. Ja. 2 jaar geleden? Ja, iets minder, ja. Zoiets, je zegt we doen geen marketing. Meestal de investeerders zeggen ja, maar je hebt rommel met die handel. Ja, dat klopt inderdaad. Dus het kost ook wel overtuigingskracht om te zeggen, nou, we moeten eerst een product hebben wat iedereen heel graag wil hebben. En in de markt waarin we zitten, moeten we dat nog verder ontwikkelen. En dat is, dat zit dus nu vooral in het direct-to-consumer model. Waar de markt zich in één keer veel sneller is aan het ontwikkelen dan ik ooit had verwacht. Ja? En wat iedereen had verwacht trouwens. Enerzijds zie je dat online zich nu echt begint te ontwikkelen. En zo'n picknick is daar een heel... Tuurlijk, ja. Maar geef eens een voorbeeld van dat direct-to-consumer. Dat betekent dat leveranciers direct aan de eindconsument gaan leveren. Ja, staan er steeds meer voor open. Wat voor voorbeelden zie je daar langs gaan? Je hebt hele kleine voorbeelden zoals de Dollar Shave Club die door Unilever wordt gekocht. Hè? Ja. En dan ben je rechtstreeks scheermesjes aan het verkopen. Ja. Maar waar in deze markt, je hebt in alle andere of in andere branches heb je andere voorbeelden. Van de Bron bijvoorbeeld is een goed voorbeeld met energie. Ja. Maar in de boodschappenmarkt is dat nog niet heel veel. Hè. Maar is dit een klassieke trend? Want wij proberen hier altijd de trends naar boven te halen. Wat ik gelijk denk is dat je ziet dat de ontbundeling, hè, dat zie je bijvoorbeeld in de media ook, dat de pakketten van kabelaars, dat moet je allemaal één voor één kunnen abonneren, zie je in alle sectoren, dat leidt tot nieuwe aggregatieplatformen. Ja. Is dat de trend waar we het over hebben? Ja, vroeger afhankelijk was van de supermarkt, die bepaalde met welke leveranciers zij werkten. Die leveranciers gaan direct naar de consument toe. Op dat moment ontstaat er weer behoefte aan een aggregatiepartij. Ja, is dat de redenering? Ja, dat is de redenering. En wat je daarbij, zoals ik het altijd zeg, is van elke schakel die geen toegevoegde waarde heeft, die wordt in de keten eruit gesneden. Ja. En een retailer heeft online op boodschap heeft die weinig toegevoegde waarde. Omdat het toch heel vaak iets is wat je vaker koopt. En daarom zeggen wij, nou, wij zijn geen retailer, want anders kan ik niet meer aan jouw kant staan. Hè, want dan heb ik eigen voorraad en dan wil ik die voorraad wil ik vooral aan jou verkopen. Ja. Of ik wil zoveel mogelijk aan jou verkopen. Is dat een heilig principe? Ja, een heilig principe. Je staat aan de kant van de consument? Wij zijn consumenten, we zijn consumer obsessed. Dus wij staan aan de kant van de consument, die gaat altijd voor. En we dienen ook wel de producent, maar nooit ten koste van de consument. Ja, aan de andere kant, je zei net al, een van jullie inkomsten dingen is affiliate. Ja. Dus ja, als misschien Albert Heijn een belangrijkere partij voor jullie is om je geld binnen te halen, omdat je daar een groter percentage krijgt. Ja, maar dan ga jij weg. Dus dat ga ik, als ik dat zou doen, dan zijn al mijn klanten zo weg. Ja, dus dat is geen sustainable model, zeg maar. Nee. Wat wij zeggen is, wij gaan een fee rekenen, of wij rekenen een fee voor een boodschappenlijstje wat we doorzetten. En dat kan zijn naar de retailer, maar dat kan ook naar de fabrikanten zijn. En voor de rest willen we daar, anders willen we niet beloond worden daarover. Dus niet op basis van marge of wat dan ook. Nee, wij denken altijd een half uur duurt lang, want we praten altijd een half uur met onze gasten. Ja, maar dat dacht ik ook van tevoren trouwens. Dat is alweer voorbij. 2 minuten na, maar we nemen nog even 1 vraag van Twitter. Johan Schaap die wil weten, is dit een uniek concept? Of zie je dit soort initiatieven ook in het buitenland? Dat was de tweede vraag. Hebben jullie zelf ook ambities in het buitenland? Nou, ligt eraan, als je gaat kijken naar het hele het mandjesvergelijkingsverhaal, zie je, daar is in Engeland een partij die vergevorderd is. Hoe heet die? MySupermarket.com. MySupermarket.com. Ja. En wat wel uniek is, is het hele direct-to-consumer op de manier waarop wij het doen. En dat is met dynamic pricing. En eigenlijk zeggen we van, jouw boodschappenmandje wat nu daar het goedkoopste is, dat matchen we. En je krijgt op jouw boodschappenmandje krijg je gewoon zoveel korting dat het voor diezelfde prijs ook gratis thuis bezorgd wordt. Hoe ver is de stap weg dat jullie een distributiecentrum gaan inrichten? Wij zelf niet. We zullen het altijd met een partner doen. Want anders ben je Het lijkt namelijk zo logisch dat je niet meer dat mandje bij één partij gaat kopen. Maar zegt, nou ja, ik haal even de koffie bij de Jumbo en het bier bij de Albert Heijn. En hier heb je je boodschappen.
Ja, dat distributiecentrum is heel duur om op te zetten. En ik geloof in, als je enerzijds, als je naar de distributie gaat kijken, dan geloof ik in een model waarbij je gebruik maakt van bestaande netwerken. Dus van een bestaande partner met eigen, een fijnmazig distributienetwerk. Omdat je dan veel meer drops per uur kunt realiseren. Waardoor die kosten van de delivery omlaag gaan. En datzelfde geldt eigenlijk ook aan de fulfillment kant. Dus aan de distributiecentrumkant. Want ik geloof daar in een model waarbij die fabrikanten hun voorraad hebben liggen. En dat meerdere initiatieven vanuit dezelfde voorraad pikken en het thuis laten bezorgen. En maar dat ook vooral het direct to consumer. Ik zie dat ook bij Picnic. Kun je tegen hun op met hun investeringskracht? Nou, zij hebben een ander model. Hè? Zij zijn gewoon retailer. Ja? Zij zijn erbij gebaat om zo weinig mogelijk assortiment te hebben. Uiteraard proberen ze zo goed mogelijk voor jou te doen. En wij zeggen van een beste fabrikant, het is jouw winkel. Jij legt je voorraad hier neer en wij verkopen vanuit die voorraad. Dus je krijgt maar hun belofte is ook wel dat ze de goedkoopste zijn. Ja, maar dat kunnen ze niet garanderen. Dat garanderen wij wel iedere keer. En ze zijn ook niet de goedkoopste, want steeds maakt de aanbiedingen die maken dat jouw boodschappenmandje iedere week ergens anders goedkoper is. Neem je ze mee in de vergelijking? Nee, nog niet. Waarom niet? Omdat ze nog niet heel groot zijn, dat is één. En we hebben het nog niet aangesloten. Ja, je moet die app nog kraken. Nou, dat hebben we wel gedaan. Maar Eén vraag heb je nog geen antwoord op gegeven en dan stoppen we er echt mee. Buitenlandse ambities? Maar eerst Nederland. Ja, en geld genoeg voorlopig of is het bijna op? Dat kan altijd bij. Voorlopig kost het nog een hoop geld. Ja, het kost absoluut geld. Ja. Ja. Heel erg bedankt. Dankjewel. Bedankt voor het kijken. Je weet, iedere dinsdagavond zijn we er en we worden altijd mede mogelijk gemaakt door bier. Even wachten, want zo zit je aan de touw. Ja, ik blijf gewoon nog even zitten tot ik... Kom goed. Brooklyn Lager hebben we alle drie lekker biertjes, Stekel. Heerlijk. Ja. Van Bier & Co, de biersponsor. We hebben Jetstream uit Groningen die zorgt voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab is van waaruit wij uitzenden. Kijk je live, blijf dan kijken, want zo direct praten we over koffie. Kijk je on demand, dan weet je dat je die uitzending ook kunt terugzien op ons YouTube-kanaal of op onze website fastmovingtargets.nl. Dag. Thank you.